Een man die waarschijnlijk psychisch gestoord is, heeft gisteren de binnenstad in de nep en roer gebracht. Hij zat in eerste instantie op het hoofd van Kwaku en ging daarna midden op straat liggen, op de hoek van de Zwartenhovenbrugstraat en de Dr. Sophie Redmondstraat. Een olietruck die kwam aangereden moest heel hard remmen om erger te voorkomen. De zwerver klom daarna op het dak van de olietruck. De rit eindigde hoogstwaarschijnlijk bij de post van de Bikers Unit aan de Zwartenhovenbrugstraat. Thank you.